Op de vierde nacht van Navratri aanbidden wij Mata in de vorm van Kushmanda. Zij is de eerste subvorm van Mahalakshmi. Zij staat voor de oerenergie waarmee God, waarmee Bhagwan de kosmos heeft gecreëerd. Zij staat dus voor creatie. Zij staat voor die energie waarmee wij kunnen creëren. Op de vierde nacht, wanneer wij Mata aanbidden, dan vragen wij haar die kracht, zodat wij zelf op deze aarde onze handelingen goed kunnen verrichten. Zodat wij ook kunnen creëren op deze aarde. In Arnhem wordt Navratri, zoals in andere grote steden ook, een heel intensief gevierd. Maar door de wees, daar heb je weinig bezoekers in de mandir. Daar heb ik alle begrippen voor ook. Als ik naar de mandir kom, dan is het toch wel anders dat je dan thuis Navratri viert. En hier vier je gezamenlijk met andere mensen. Maar daarnaast heb je ook wel sociale contacten. Hè? En dingen wat je dan niet weet, hoor je wel soms hier van de pandit zo. En dan denk je van, oh, zo zit het in elkaar. Dus ik weet eigenlijk ook niet zo erg veel van Navratri. Bij elke Navratri ervaar ik echt, tenminste als ik me aan mijn dieet houd en al die wrat, dan ervaar ik het ook. Ervaar ik dat, Wat ervaart u precies? Kunt u dat omschrijven? Ja, een beetje dat je echt wat meer shakti tot je hebt. En dat voel je ook. Echt de negende dag, tenminste als je het goed hebt volgehouden, dan voel je het echt. Ik heb het één keer ervaren dat ik het negen dagen heb volgehouden en het is geweldig. Wat kunt u dan met die shakti? Nou, eigenlijk kan je er, ja, als je bedoelt iets mee doen, nee, dat lukt niet. Het is een shakti, je voelt een bepaalde kracht in jou en daaruit put je misschien wat meer bhakti en meer toenadering tot God of tot Durga Mata. Maar als je denkt van ik ga iets met die shakti doen, dan heb je het mis. Want daarvoor is het niet. Nee. Het is meer een gevoel. Ja, het is meer een gevoel. Het is een ervaring die je, ja, het is ervaring die je hebt en je kan het eigenlijk niet overbrengen aan iemand anders. Dat lukt gewoon niet. Oh, yeah.
nadenken, ja. Nou, ik denk dat, dat mensen dat voor zichzelf een keer moeten ervaren. Ze moeten, kijk, er zijn regels voor. Als ze een keer proberen die regels te volgen, dan zullen ze zelf ervaren wat het inhoudt. Want het is echt, het is, als je volhoudt, is het echt een geweldige gevoel die je krijgt, de negende dag dan. De godin Annapurna die wordt vereerd op de vierde dag van Navaratri. En Anam betekent food, of voedsel. Nou, dat is wel een leuk verhaal over de betekenis van Annapurna. Waarom die nou met voedsel te maken heeft. En ik zelf heb heel veel met voedsel te maken, want ik geef Ayurvedisch kookles. En Ayurveda en vooral het koken heeft mijn grote passie, zeg maar. Dat vind ik echt erg leuk. Dus ook het verhaal van Annapurna hierin, dat spreekt me erg aan. En het gaat zo dat Shiva en Parvati, want zo heet ze Annapurna eigenlijk. Dat is de echtgenoot van Shiva. Die zaten op een dag samen te dobbelen. Maar ze gingen op een gegeven moment het spelletje dobbelen wel heel erg serieus nemen. En toen gingen ze echt weddenschappen afsluiten. En Shiva zegt van nou, geef je mijn drietand. En zij zegt van nou, ik verwed mijn juwelen. Maar iedere keer won Parvati. Nou, en Shiva die ergerde zich dood. Maar goed, hij ging toch door met het spel. En op een gegeven moment ging hij zelfs zijn bedelnap verwedden tot hij helemaal niks meer had. Nou, en helemaal beledigd en ontredderd is hij toen het bos ingevlucht. En daar kwam die Vishnu tegen. En Vishnu zei, ja, maar zo werkt het ook niet. Jullie nemen het spel veel te serieus. En ik neem het vanaf dit moment over. Dat moment betekent in het verhaal dat we eigenlijk helemaal geen controle hebben. Dat we eigenlijk bestuurd worden door het goddelijk wat door ons heen werkt, zeg maar. Goed, Shiva en Parvati gingen weer opnieuw dobbelen. Maar toen ging de ruzie eigenlijk over in een filosofische discussie. En toen zei Shiva van, ja, zie je wel, want alles is toch maar illusie. Niks bestaat eigenlijk echt. Nou, zegt Parvati, maar één ding is geen illusie en dat is voedsel. Want hoe kan de wereld anders bestaan zonder voedsel? Ja, zegt Shiva, nou, daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. En die ruzie werd steeds erger. En op een gegeven moment zegt Parvati, nou, dan verdwijn ik maar gewoon. En wat gebeurde er toen Parvati verdween? Alles stopte. De beweging van de seizoenen stopte, de hele natuur, de wereld, al het groeien en bloeien. Er werd niks meer opnieuw geboren, er groeide niks meer, alles stond stil. Nou, en na een tijdje kon Parvati dat toch ook zelf niet langer meer aanzien. En Shiva die begon inmiddels wel door te krijgen dat hij in werkelijkheid helemaal niet zonder het vrouwelijke principe, zonder het voedende principe kon. Hè? Dus dat er niet alleen maar bewustzijn Shiva is, maar ook Shakti, dus de vrouwelijke natuur. Dus die moest buigen voor Parvati. En Parvati kwam terug naar de aarde in de stad Varanasi, ook wel Kashi genaamd. En daar is een grote tempel voor Annapurna, die staat daar. En daar wordt elke dag voedsel uitgedeeld als symbool voor het feit dat zij het vrouwelijke, de voedende kracht is van de wereld, zeg maar. Alles wat groeit en bloeit en steeds geboren wordt. En dat is allemaal te danken aan het vrouwelijke principe. En Shiva kan niet zonder. Dus in dit verhaal zie je ook dat Shiva vol respect naar dan inmiddels Annapurna hetende Parvati toe gaat. En hij ontvangt voedsel van haar. Op allerlei verschillende plekken in India worden allerlei verschillende gerechten voor Annapurna gemaakt. En dat heeft meestal te maken met echte voedende gerechten. Dus met melk en met ghee en met nootjes. En het is natuurlijk wel zo dat tijdens Navaratri gevast wordt en dan pas na zonsondergang gegeten wordt. Dus het is niet zo dat het een feest van eten is, zo moet je het niet zien. Dit is het recept Navaratri Raita. Cashewnootjes in ghee. Ik heb hier ghee laten smelten. Even de cashewnootjes erin roosteren. Ik ga zelfs even de komkommer bij de cashewnootjes doen. Niet al te lang. Even de sneeuw doorroeren. We gaan dus de zoete en de gekookte gewone aardappel er doorheen. Het
grappige is dat Parvati altijd zo gezien wordt, hè? Zo van als de ideale echtgenoot. En deels is ze dat natuurlijk wel, maar ze was natuurlijk eigenlijk ook een volledig op eigen kracht fungerende kracht ten opzichte van Shiva. En dat blijkt ook wel uit het verhaal van Annapurna. Shiva kan niet zonder de vrouwelijke kracht. Dat hele idee, dat zijn we eigenlijk een beetje kwijt. Dat een vrouw helemaal in haar vrouwelijkheid kan zijn en tegelijkertijd ook 100% in haar kracht. Want in deze maatschappij lijkt het wel vaker alsof vrouwelijkheid wordt verward met zwakte. Je kan wel heel veel compassie hebben, heel zacht zijn, en begripvol en sociaal. Maar dat zijn toch een beetje inferieure talenten ten opzichte van daadkracht en doorzettingsvermogen en je mannetje kunnen staan. Dan mix we eerst nog even komkommer en de cashewnoten er doorheen. Dus heel veel vrouwen hebben dat hebben ze heel goed geleerd de afgelopen jaren. Werken zelfstandig enzovoort. Maar durven eigenlijk niet meer echt op die pure vrouwelijke kracht ervaren. Omdat dat wat zwakker wordt gezien. Maar juist daarmee weer terug in contact komen, dat is juist de grootste kracht van vrouwen. Terwijl ze tegelijkertijd ook heel zelfstandig daaronder kunnen blijven. Dus het is niet zo dat we weer helemaal terug moeten naar de ideale echtgenoot die altijd maar alleen maar in de verzorgende rol zou zitten. Dat is een hele mooie kracht en dat moeten we ook zeker blijven doen. Maar dat kan je gewoon ook op een manier doen die helemaal authentiek en krachtig is. In plaats van op een manier die heel gedwee en volgzaam en niet krachtig is, zeg maar. Dan is de ruiter klaar. Ja, dat beeld is een aspect van Durga. En dat beeld dat stelt voor de Mahasasuri Mardini Durga. En dat is een strijdbare godin eigenlijk. Dus een versie van deze Durga die hier op dat kleedje staat. En ze staat op een stier. En die stier die staat voor de zinnelijkheid. En Durga heeft dus alle zinnelijkheid overwonnen. Dat wil niet zeggen dat ze dat niet meer leeft, zeg maar dat ze zich niet meer laat meeslepen. Door haar zintuigen en door het zinnelijke. Nou, ik heb dat beeld ooit in India gekocht. En toen zou dat opgestuurd worden. Maar dat gebeurde helemaal niet. En toen is er een meneer in India waar ik contact mee had gelegd. Die is daarmee bezig geweest en ik hoorde daar maar niks meer van. En ik was het al lang weer vergeten. En op de dag dat ik mijn praktijk opende, toen kwam ineens dat beeld aan met de post. Dat was 1,5 jaar later, nadat ik het gekocht had. Dus voor mij betekent dat beeld wel wat. En ik heb het ook meegenomen steeds naar de lange vrouwenweekenden die ik geef. Spinaziesoep, doe je eerst de ghee in de pan, ongeveer zoveel. Mosselzaadjes. Dan doe ik er wat komijnpoeder bij. Ondertussen kunnen die mosterdzaadjes, die gaan dadelijk springen. En we noemen dat sisterhood. In vroeger tijden was het wat meer normaal om met groepen vrouwen bij elkaar te zijn. Je moeder, je oma, je zus, je nichtjes. En de mannen waren aan het werk of op jacht en de vrouwen zaten thuis. Nou, dat is natuurlijk niet precies weer de bedoeling om dat weer precies zo na te doen. Maar wat we nu als vrouwen wel vaak missen, is die enorme verbinding die we hebben met vrouwen onderling. We zijn wel gewend om met elkaar te praten, maar vaak gaan we heel erg individueel onze weg. En heel veel vrouwen blijken daar toch wel last van te hebben, dat dat eigenlijk helemaal niet zo fijn voelt. En op het moment dat wij die weekenden geven en echt weer met elkaar in verbinding komen, op alle niveaus, dus niet alleen maar praten, maar samen dansen, samen bewegen, samen masseren. Het zijn echt hele verbindende weekenden. En dan voel je je als vrouw gewoon weer gesterkt om juist in de maatschappij de dingen te doen die je graag wil doen. In plaats van dat je steeds het gevoel hebt dat je dat allemaal maar in je eentje moet doen. Vrouwen hebben onderling heel erg het vermogen om zich te verbinden en kunnen daar heel veel kracht uit opdoen. Nu horen ze springen. Dan doe ik er geweekte splitterwten. Doe ik er doorheen. Dan
ruitje gemengd met de kruiden. Even. Dan laat ik heel even split erwten een beetje doorkoken. Het is heel mooi als een vrouw in een relatie terechtkomt en dat daar allemaal kan laten zien. Hè? Compassie, mededogen, zorgzaamheid, noem maar op. Maar als vrouwen single zijn, en dat zijn heel veel vrouwen op dit moment, dan kunnen ze ook heel veel profijt hebben van om echt in hun vrouwelijke kracht te staan. Want daarmee kunnen ze echt heel authentiek maken wat ze zelf eigenlijk hebben neer te zetten in de wereld. Ze hebben niet direct een man nodig of een partner. En ze kunnen gewoon helemaal weer bouwen op die vrouwelijke essentie in zichzelf. Zonder dat ze dat hoeven te gaan overschreeuwen door heel mannelijk, daadkrachtig. En dat komt eigenlijk meer vanzelf. Als een vrouw in een natuurlijke vrouwelijke kracht zit, dan komt die daadkracht vanzelf. Als een soort natuurlijkheid en niet als een soort mannelijk laagje eroverheen, wat ze eroverheen moet zetten om zichzelf te kunnen handhaven in de maatschappij of in de zakenwereld waarin ze misschien werkt of wat dan ook. En ik denk dat je dat soort essentiële dingen kan leren van de symboliek van dit soort godinnen. Dat het enorme, sterke, powerfule symbolen zijn voor puur vrouwelijkheid. Een beetje speciaal smaakje doe ik er een beetje kokos doorheen. Laat ik er doorheen smelten. Met kruiden maak je de gerechten dus geschikt voor elke persoon, individueel zeg maar. Dus de een moet meer heet eten, de ander meer verkoelend. En in Ayurveda heb je dus allemaal trucjes met kruiden om het eten steeds aan te passen. En in Ayurveda Ayurvedisch eten wordt in principe het eten altijd wel gekookt. Omdat dat de vertering bevordert. Kijk, nou zie je. Heel mooi ook de mosterdzaadjes in de soep. Zie je? Allemaal die spikkeltjes. Je emoties willen gevoed worden. Je geest wil gevoed worden. Je wil geïnspireerd worden. Al dat soort dingen is ook allemaal voeding. Het is niet alleen maar het eten. Maar alles wat je tot je neemt, moet je verteren. Alle indrukken, alle emoties. Alles wat je leest, wat je ziet. De overmatige informatiestroom die we dagelijks te verwerken krijgen, nieuws en al die dingen, moet je lichaam moet dat allemaal verteren en verwerken. En daar gaat voeding ook over. En daar gaat het verhaal van Annapurna eigenlijk ook over. Op de vierde nacht van Navratri aanbidden wij onze oermoeder in de vorm van Kushmanda. Zij is in feite de energie waaruit alles in deze kosmos bestaat. Alles, alle materie, is een fysieke manifestatie van haar energie of van haar. Daarom zeggen wij dat zonder Mata in deze kosmos geen één molecuul zou kunnen bewegen. Durga Mata betekent als moeder van ons, voor iedereen. Durga Mata die komt voor in de oogsttijd, wat bloeit, dingen, hè, plantjes en alles. Dan Durga Mata die gaat elk huis asirbaat te geven.
tato vikvam vakrama shasana nashaneya bhi om namo hanumantaya kapidriyaya bhyaramuramam navhirstam dubharyugtam trikunam devutamayam om bhurvasvaha om namo chaknena jagyamaya janta devastani dharamani prathamanyasamna om pushpamalyam samarpiyami Door de Mata geeft kracht, mij heel veel kracht. Want door de Mata, wij gaan door de Mata bidden. En bidden dat door de Mata u moet mijn kracht geven, dat ik op jou moet leuk vinden. Hè? Dat is door de Mata. En we komen hier altijd van Ramayana te lezen. En paard doen en Durga Mata Bhajan doen, dat is alles leuk van ons. Ja. Wat vindt u er zo leuk aan? Durga Mata is, ik vind het echt leuk. Want als je iets misgaat, dan ga je naar Durga Mata. En bid je Durga Mata, oh Mata, wat moet ik doen? U moet mij helpen, Mata. En dan gaat Mata altijd mee helpen. Ganda. Om Ganda Dwara Duradrasham Nitya Pushtam Karishwari Vishram Sarabhutanam Tamyahupyam Trim Gandham Sabarapyani Diya Om Chandrama Manaso Jata Shakshaho Suru Jojayata Shrotra Dwai Pranacha Mukhata Ganirajayatam Dhupam Sabarapyami Dipam Om Tvam Gandharva Akanastam Indrasam Brihaspade Tam Maukhade Somo Raja Vishwam Yakshvayad Kuchyata Om Sri Khanda Chandanam Dibhyam Kesradi Sundam Bilepanam Suru Srishto Chandanam Pratigrihe Tamma. Durga Mata betekent is God voor mij. Het is almachtig. Beslis mijn leven en beheers mijn leven. En het betekent eigenlijk alles voor mij. Want ik ben van het Hindoe geloof. En ik geloof heel erg in God. Dat God helpt. En dat het er altijd bij staat. En dat het je kracht geeft en energie. En door te leven hoop. Je gelooft dat Durga Mata die bestaat. En het geeft je een soort innerlijke kracht wat je in je moet hebben. Dat je in God gelooft. Dat je erin gelooft en dat het helpt. En hoe helpt het u dan in uw dagelijks leven? Door eraan te denken dat Durga Mata bestaat. En dat het me bij zal staan in tijden van nood. Als ik het moeilijk zal hebben. En dat er iemand is. Dat er iemand voor me is. Om Varvasvaha Om Namo Agni Devaya Brahmaramyam Sobhinam Divyamasanam Changmaya Devam Grihani Parameshwara Om Agni Devaya Bhyanamo Namaham Jata Vedasaha Om Swaha Om Agni Swaha Idam Agni Namaham Om Somai Swaha Idam Somai Namaham Voor mij betekent het is heilige Mata van ons. En wij doen een Navratan 9 dagen. En ik doe ook Brat 9 dagen. Dus voor mij is het heel veel. Ik vind het leuk voor Mata dit te doen. Ja. Ik vind het leuk. Ik kom 9 dagen, mandir. Ik vind het leuk.
om puja te zien en alles te doen. Thuis doe ik ook puja en zo, dus ik vind het leuk.